Luisteraars, meer dan veel andere landen is Nederland het land van de grote organisten en van de prachtige orgels. Ik weet niet wat ik het eerste moet noemen, maar het een is natuurlijk niet mogelijk zonder het andere. Een van deze grote organisten is vandaag de gast in onze solistenkamer, namelijk Feike Asma. We gaan, hoop ik, samen praten en u wat vertellen over het leven, over de opleiding van de heer Asma en over het orgelspel en wat alles daarmee samenhangt. Dan ga ik dus mijn eerste vraag aan de heer Asma stellen en dat is wel, vertelt u eens iets, hoe bent u tot het orgel gekomen? Nou, ik ben tot het orgel gekomen, mevrouw Berghout. Mijn vader was organist van de gereformeerde kerk in Den Helder. Als kleine jongen ging ik met hem mee op zaterdagavonden naar dat orgel toe en dan moest ik helpen stemmen. Dan na dat stemmen, dan mocht ik altijd een poosje spelen en mijn vader gaf mij dan les in het pedaalspel, hoe klein ik ook al was. En toen ik 9 jaar was, toen mocht ik meewerken als solist, laten we het zo dan maar noemen, aan een van zijn kooruitvoeringen. Ik herinner me nog dat ik op die avond speelde de Mars Triomphale van Lemmens en een Bachwerk en een sonatine van het Kruis. Geweldig, toen was ik pas 9 jaar. Toen was ik 9 jaar, ja. Ja, daarna ben ik natuurlijk, ik moest natuurlijk de school aflopen, dat wil zeggen de Müllerschool heb ik afgelopen. In het begin met heel veel tegenzin, maar ik ben toch blij dat ik het gedaan heb en daartoe gedwongen werd eigenlijk. Na die tijd, na mijn schooltijd, ben ik gegaan naar de organist Jan Zwart. Ja, een bekende naam. Hele bekende naam, ja. Jan Zwart had ik al jarenlang als kleine jongen, als ik met mijn vader in Amsterdam was, in Amsterdam beluisterd op de dinsdagavond concerten. En het spel van die man, dat boeide mij zo geweldig, dat ik wou maar één ding, dat was namelijk lesnemen bij Jan Zwart. Dat heb ik toen gedaan, ik was toen een jaar of 17, en ik ben toen bij Jan Zwart gebleven tot aan zijn dood toe. Hij is toen overleden in 1937. Al die jaren heb ik bij deze man praktisch de hele orgelliteratuur doorgenomen en gestudeerd. En vooral het koraalspel heeft hij mij bijgebracht. En het behandelen van een orgel, dat wil zeggen de registraties en zo. Hij deed dat allemaal op een andere manier dan dat men in zijn tijd eigenlijk gewend was. Ik heb dat letterlijk ingedronken. Ja. En toen ontstond natuurlijk het gevaar, vooral toen Jan Zwart er niet meer was, dat ik een kopie van hem dreigde te worden. Ja, ja, ja. En daar heb ik jaren en jaren heel lang mee moeten worstelen, tot ik er eindelijk onderuit ben gekomen. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat ik Jan Zwart niet hoog acht, want ik acht hem nog steeds als een van de grootste organisten van zijn tijd. Maar ik ben toch gelukkig een andere kant uitgegaan. Ja, hij was dus in zekere zin, je zou het haast kunnen noemen, een hervormer, geloof ik, hè, in de protestante kerkmuziek. En in welk opzicht was dat? Nou, hij is begonnen met in Amsterdam, dat was in 1914, tijdens de Eerste Wereldoorlog, dat heb ik gelezen, tenminste uit programma's vroeger, begon hij werken te brengen van César Franck en van Kierman en van wie door, wat geen ander voor hem deed. Nee, nee, nee. Dus het was eigenlijk een repertoirevernieuwing ook. Ja. Thank you.
In welk opzicht bent u toen een andere richting uitgegaan? Is dat moeilijk om dat te vertellen? Nou, ik vermoed dat dat gekomen is. Ik ben toen in aanraking gekomen. U moet namelijk weten, ik heb een ontzaglijke voorliefde voor het symfonieorkest. Dat boeit mij dermate dat ik er eigenlijk niet buiten kan. Door die klanken van het orkest ben ik ook anders gaan denken. Wat betreft de orgelklanken. Ik ben toen in contact gekomen met Eduard Flipsen, de dirigent van het Rotterdams Philharmonisch Orkest, bij wie ik een jaar of 7 gestudeerd heb. En die mij in contact bracht met de orkestliteratuur. En ik zat toen in die tijd ook iedere morgen naast hem op de bok van Ja. Dus u begrijpt dat ik heel veel heb meegemaakt. Ja. Het uitrepeteren van een symfonie van Frank. Dat begon die 's morgens met de houtblazers, 's middags met de strijkers. Ja. Dus ik zat er zo'n hele dag bij. Geweldig. En dan krijg je toch een andere kijk op de werken van Frank die hij voor orgel geschreven heeft. Wat u waarschijnlijk toch voor uw registratie ook heel goed kan gebruiken. Belangrijk geweest, ontzaglijk belangrijk geweest. Daarna ben ik gegaan naar Van Kempen. Ja. Daar heb ik 3 jaar gestudeerd in Siena. In Italië, aan de meestercursus. Nou, daar heb ik natuurlijk ook ontzaglijk veel op gedaan. En bent u nog bij het dirigeren gebleven? Nou, in die tijd had ik een koor. Ik had dat koor, een grote oratoriumvereniging op Scheveningen. Dat was Te Deum Laudamus. En met dat koor heb ik verschillende malen de Messias uitgevoerd van Händel. En ik heb moderne werk uitgevoerd van Monnikendam. Ik heb het Requiem van Verdi uitgevoerd een paar keer met dat koor. Dat is prachtig stuk. Dat is geweldig geweest in die tijd. Ja, en u hebt het koor niet meer? U dat hebt er heb geen ik tijd tot mijn meer grote. Ik kan het echt niet meer doen. In die tijd had ik ook nog een aantal mannenkoren, grote mannenkoren. En daar heb ik ook moderne werken mee gemaakt. Ja, u bent nu verbonden aan de grote kerk in Maassluis. En we weten allemaal dat u naast dat werk daar ook in het hele land orgelconcerten geeft. Doet u dat nog steeds? Dat doe ik nog steeds, ja. Ik speel ongeveer zo'n 200 concerten in een jaar. Dat is een heleboel. Naast natuurlijk plaatopnamen en radio. Ja, ja. En wat voor programma's speelt u op die orgelconcerten? Laat u dat ook van de plaats afhangen waar u speelt? Ja, inderdaad, ja. Oh. Kijk, als ik op een kleine plaats kom of in een klein dorpje, dan speel ik natuurlijk niet zulke zware programma's als dat ik dat kan doen in een grote stad. Bovendien zijn op de meeste kleine dorpen heb je niet van die grote orgels. Nee. Dus kan je dat geeft al een richting aan eigenlijk. Dat geeft al een richting aan. Ja, en er bestaat dus onder het Nederlandse publiek een grote belangstelling voor orgelconcerten. Enorm, ja. Zijn ze overal goed bezocht? En dat wordt hoe langer hoe beter, vind ik. Ja, er is een tijd geweest van inzinking, maar ik vind dat het de laatste jaren wordt het steeds beter. Ja, en u geeft alleen orgelbespelingen dan, of hebt u er ook solisten bij? Uitsluitend orgelbespelingen. Ja, of men moet natuurlijk zeggen, ik wil die of die erbij hebben. Maar zelf organiseren doe ik nooit. Dus. Nee. U wordt uitgenodigd. Ik word altijd uitgenodigd. Fijn. En u noemde het er straks zelf al, veel grammofoonplaten gemaakt. Ja. Dat doet u waarschijnlijk ook al jaren. En zou u ons nou 1 of 2 werken kunnen noemen die u echt als de beste opname ziet? Nou, ik geloof dat een van mijn beste opnamen, dat is een Reker-LP. Op die Reker-LP, daar staat de grote fantasie en over Wie schön leuchtet uns der Morgenstern. En daar staat de grote introduction, Passacaglia und Fuga, opus 127 op. Ik geloof dat dat wel mijn beste opname is. Ik zit al jaren in dat vak natuurlijk, maar ik ben veel te vroeg begonnen met opnamen te maken achteraf bekeken. Vroeger ging het ook allemaal anders. Het ging allemaal zo makkelijk, ja. Hè? Ja, toen had je nog die tijd van die wilde haren en je pakte alles aan en je deed en moeilijke werken speelde je. Je schudde ze eigenlijk uit je mouw, maar achteraf bekeken zeg je ja, er is toen toch wel wat geknoeid ook hoor. Ja, dat wel. Daar heb ik ontzaglijk spijt van. Ja, je zou die tijd ook doen. Ik geloof niet dat u daar spijt van moet hebben. Want ik geloof dat je er een ervaring door opdoet. Een ervaring doe je in ieder geval mee op. Ja, dat wel.
Op welk orgel hebt u die plaat van Reker gespeeld? Die heb ik gespeeld op mijn eigen orgel in Maassluis. In Maassluis, oh ja. En hebt u ook op andere grote orgels platen gemaakt? Dan heb ik nog platen gemaakt in de Oude Kerk in Amsterdam. Een hele serie zelfs, waaronder ook nog een Bach-plaat. En dan heb ik nog opname gemaakt in de Grote Kerk in Dordrecht. Oh ja, dat is ook een mooi orgel. Ja, dat is een prachtig orgel. Ja. Ja. Dit zijn dus eigenlijk allemaal oude orgels waar we nu over gesproken hebben. En vindt u een grote verandering in de orgelbouw gekomen? Ja, enorm zelf, ja. Vindt u het een verandering, een verbetering? Soms is het een verbetering en soms is het natuurlijk dat niet, hoor. Beslist niet. Wat zal ik zeggen? Een orgel als Amsterdam uit de Oude Kerk. Ik hoop dat men daar nooit aankomt. Dat men nooit aan die klank gaat puzzelen. Of wat dan ook. Dat orgel dat is van. Die klank is van zo'n schoonheid. Ja. En zo imponerend, daar moet men niets meer aan doen. Laat men aan dat orgel doen iets verbeteren van technische aard. Maar laat men alsjeblieft van dat pijpwerk afblijven. Want dat is zo schoon. Ja, natuurlijk kan dat. Ja, dat je het restaureert als het nodig is. En dat je. Maar dat men niet gaat ingrijpen op de klank. Nee. Nee, die zijn wel bijzonder mooi. Oh, dat is ongelooflijk in Amsterdam. Ja. Wat hebt u in Maassluis voor een orgel? Daar heb ik een orgel uit 1732. Dat is gebouwd door Garls. Dat was een leerling van Schnitger, van de grote orgelbouwer. Oh, ja. Schnitger, ja. En dat kan je ook nog wel merken aan de klank van dat orgel. Ja. Is het een groot verschil als je van de ene plaats naar de andere gaat, zoals u dus doet met uw concerten? Is dan de speelwijze erg verschillend? Moet u daar van tevoren dan weer naartoe gaan? Is het pedaal? Nou, dat ligt eraan. Als ik op groot orgel zit, en ondanks dat ik een groot orgel goed ken, orgel in Amsterdam, ken ik heel goed orgel in Dordrecht, dat ken ik van binnen en van buiten. En mijn eigen orgel en noem maar verder alle grote orgels op hier in het land. Dan studeer ik op zo'n orgel toch beslist van afsmiddags 2 uur tot 1 uur of 7. Oh ja. Ja, dat doe ik altijd. Maar zit ik op een kleine plaats met een bescheiden orgeltje van, laten we zeggen, 20-30 stemmetjes. Dan doe ik daar niet zo lang over. Nee, dan kom ik om 5 uur en het is om 6:30. Ja, dan voelt u het thuis. Wel bekeken, ja. 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 U hebt het er straks gehad over de koraalbewerkingen. Doet u dat nog? Bent u daar nog mee bezig? U hebt er ook uitgegeven, geloof ik, hè? Ja, ik heb ze uitgegeven. Maar in de eerste plaats wil ik hier wel zeggen, ik ben natuurlijk geen componist. Dat ben ik absoluut niet. Nee. Wat aan voorspelen is ontstaan, dat is gegroeid in de eredienst. Ja. En die heb ik dan gebundeld en opgeschreven en uitgegeven. En die gebruikt u nog? Die worden nog gebruikt. Die worden nogal gebruikt. Daar is dus niet heel veel verandering in gekomen. Nee, tenminste bij mij niet. Nou, zoek ik de laatste tijd wel zelf naar andere klanken wat dat betreft, hoor. Ja, ja. Ja, die hele romantische aard die ik vroeger had in het maken van voorspelen, die dreigt wel een beetje voorbij. Ja, dat is waarschijnlijk wat u van uw leraar nog overgenomen hebt. Ja, dat had ik te veel van hem overgehouden, ja. Ja. En dat is natuurlijk niet goed. Je moet iemand niet nadoen. Nee. En dat heb ik gedaan. En dat begint als leerling er bijna altijd mee. Hè? Om je leraar waar je respect voor hebt. Zwart is overleden in 37. Maar ik zal u vertellen, ik zat in 45 nog helemaal vast aan hem. Ja, ja. Je had een krachtige persoonlijkheid geweest. En u had waarschijnlijk een enorm respect voor hem. Ja, dat heb ik altijd gehad. Ja. Nog steeds. Ja, het is van de andere kant toch ook wel heerlijk om zo'n leraar gehad te hebben. Ja, fantastisch. Thank you.
Wat vindt u van orgelconcoursen? Is dat een moeilijke vraag? Dat is een moeilijke vraag, tenminste voor mij wel. Ja, ik vind orgelconcours natuurlijk iets goeds. Maar wat zal ik zeggen van dat improviseren altijd. Als je zo die improvisaties hoort, dan vraag je wel dikwijls af. Ja, wordt er nou eigenlijk muziek gemaakt? Of is het nou van tevoren eigenlijk volgens een bepaald stramien? Is dat allemaal al uitgekiend? Ja. Ik mis zo vaak de echte fantasie. Ja. En dat kan ook elk, al ben je nog zo'n goed organist, elk organist toch niet hebben, hè? Nee. Want het gaat toch heel erg naar het componeren toe. Ja, leer je dat bij je opleiding, improviseren? Moet je dat doen? Dat wordt geleerd, ja. Wordt hier iemand in ons land die dat uitstekend doet, dat is Corké. Daar heb ik enorm bewondering voor wat iemand doet op dat gebied. Ja. En de concoursen, hebt u nou het gevoel dat de winnaars van zo'n concours, ik denk nu speciaal aan concoursen voor jonge organisten, dat die daardoor meer mogelijkheden hebben, makkelijker hun loopbaan kunnen beginnen? Nou, er zit natuurlijk iets in. Alleen vind ik van de jonge organisten vind ik het zo jammer dat ze zich de laatste jaren alsmaar blind staren op de oude meesters. Dat ze de tijd van de romantiek totaal voorbij gaan. Ja, en hoe is het met de moderne muziek eigenlijk voor orgel? Ja, dat is een moeilijk punt. Er zijn prachtige dingen voor orgel geschreven. Maar toch zou ik zo graag willen dat bijvoorbeeld onze oudere componisten zoals Marius Monnikendam en Andriessen, dat die voortgingen met werken te schrijven voor orgel. Ja. Daar is werk, er is een ontzaglijke leegte. Want ik heb het hele repertoire van Andriessen heb ik gespeeld. Maar ik zou zo graag weer eens wat nieuws van hem willen hebben. Ja. De generatie van de componisten, voelt die zich aangetrokken tot het orgel? Verschijnt er wel eens iets wat je dan zou kunnen onderbrengen onder de experimentele muziek? Of dat nou, niet? Nee, ik geloof het niet. Orgel, dat blijft men toch eigenlijk vanaf, hè? Eigenlijk wel, ja.
Ja. Jammer, ik vind het jammer. Ja, het is eigenlijk jammer, want ik vind het toch altijd een instrument. U vergeleek het nou zelf met het orkest, maar het is zo groot, hè, en zoveel mogelijk. Al die grote orgels, dat is volgens mijn eigen orgel in mijn sluis, ja. Dat is zoiets verrukkelijks om daarop te spelen, om daar diensten te spelen en concerten te spelen. Ja, dat kan ik me voorstellen. Daar ga je helemaal in op. Ik zal u vertellen, ik zit nu in deze tijd, nu zijn er wat minder concerten, want mijn drukke tijd ligt altijd zo van paas tot eind oktober en dan begint het weer tegen kerst. Maar dus nu heb ik veel vrije tijd. En omdat ik geen lessen geef, kan ik veel vrije tijd hebben. Ja. Begin ik 's morgens soms om 9 uur in de kerk in Maassluis. En stap ik er soms 12:30 uit. Dan werk ik achter elkaar door. Ik eet ook niet dan. Nee, dat houdt u vol. Ik werk gewoon door. Dat gaat zo'n dag in dag uit. Ja. U noemde er net even, u hebt geen leerlingen. Wat vindt u van de orgelopleiding in Nederland? Is dat moeilijk voor orgelstudenten om dus de mogelijkheid te hebben om op een groot orgel te studeren? Kan dat aan de conservatoria? Zou u ons daar uw mening eens over willen zeggen? Juist omdat u zelf niet lesgeeft, is dat natuurlijk vrij eenvoudig, vind ik. Nou, ik geloof dat het voor de jonge organisten nou niet zo moeilijk is. De meesten zullen wel beschikken over een orgel, dacht ik. En anders hebben ze thuis wel iets, maar meestal is er in een kerk toch ook wel plaats voor een voor een aankomend organist. Zijn er in Maassluis bijvoorbeeld jonge orgelstudenten? Ik zou het echt niet weten. Het is niet dat u weet dat die bij u komen studeren? Nee, want men weet wel dat ik geen les geef. Nee. En bestaan er genoeg mogelijkheden voor jonge organisten? Dacht ik wel op het ogenblik. Ik bedoel, de NCV doet toch veel voor jonge organisten. De laatste optredens, niet waar? Ja. Maar wat mij altijd bij die jonge organisten, wat die samenstelling betreft van de programma's, dat ze altijd weer op die oude meesters terugvallen. Ja. En eigenlijk veel meer nog van de tijd van voor Bach dan van Bach zelf. Ja. Dat vind ik zo wonderlijk. Ja. Ja, en dat kan u niet verklaren? Dat kan ik echt niet verklaren. Ik begrijp het. Voor andere instrumenten geloof ik ook wel een beetje zo, hoor. Ja, dat is inderdaad. Maar als je toch ziet wat er in de romantiek is verschenen aan orgelwerken. Neem dan maar bijvoorbeeld de symfonieën van Vienne. Dat zijn toch enorme brokken stuk muziek. Laat men gewoon liggen. Ja. Men speelt wel eens de eerste en wel eens een deeltje de tweede. Maar 3, 4, 5, 6 kijkt men eenvoudig niet. Ja. Ik begrijp niet waarom. Nee. Prachtige muziek. Ja. Misschien helpt het. Maar misschien moet je iets meer voelen voor het orkest of zo. Voor de orkestklank om in die wereld te komen. Ja. Hoe vindt u de combinatie van symfonieorkest met orgel? Nou, bij Saint-Saëns vind ik het prachtig. Ja, en de Händelconcerten met orgel bijvoorbeeld? Vind ik erg mooi, vind ik heel erg mooi, maar het ligt mij niet zo. Dat is te licht, dat ligt mij niet zo. Ja. Nee, echt niet. Nou moet u ons nog eens een paar heel bijzondere ervaringen vertellen uit uw lange carrière en uit uw rondreizen door Nederland en de grammofoonplaten maken. U hebt natuurlijk ongelooflijk veel meegemaakt. Nou, zou ik haast zeggen, vertelt u nou nog eens even wat u wilt zeggen.
Ja, een van mijn mooiste ervaringen en ook een van mijn belangrijkste ervaringen in mijn leven, in een muzikale loopbaan, dat is geweest toen de NCFV via dokter Gering Bakker mij de opdracht verleende om in Parijs, in de Central Peace, het orgel waar Charles-Marie Widor opgespeeld heeft, jarenlang, om daar te spelen diens twee minder bekende symfonieën, te weten de symfonie gothique en de symfonie romane. Ik ben altijd een enorm bewonderaar geweest van Widor. En voornamelijk speel ik hier altijd zijn symfonieën 2 en 4 en 5 en 6. Maar zijn symfonieën romane en gothique had ik nooit gespeeld. Het leek mij zo een heel andere Widor. Het leek mij eigenlijk geen Widor. Maar toen ik op dat orgel kwam van Widor met die 102 sprekende stemmen en die klank van in die kerk en dat werk ging spelen van die man, toen kwam ik in zo'n andere wereld terecht. Toen was er voor mij ook ineens een andere Widor. En ik vind het zo jammer dat men in Nederland eigenlijk geen orgel heeft waarop je die werken nu nog eens kan spelen. Want dat vind ik zo jammer, want ik heb ze gespeeld daar in Frankrijk. Maar hier in Nederland, ik weet geen orgel uitmaken. Nee, is dit het grootste orgel wat u ooit bespeeld hebt? Ja, dat is het grootste orgel wat ik ooit bespeeld heb. Ik kan me voorstellen dat het een bijzondere belevenis is. Ja, enorme belevenis. En is het ook opgenomen toen dat concert? Of dat is op band opgenomen voor de NCV en het is later uitgezonden. Er is zelfs nog een heruitzending van geweest. Ja, ik kan me voorstellen dat dat belangrijk is. Ja. Hoe vindt u het spelen van orgel uitzendingen, dus zonder publiek. U speelt nou zoveel concerten in het hele land. Is dat voor u precies hetzelfde wanneer je uitsluitend speelt? Nee, dat is niet hetzelfde, vind ik. Het spelen voor een flink bezette kerk, dat is voor mij gemakkelijker dan het maken van een opname. Ja, beslist. Ja, dat kan ik me toch wel voorstellen. Ja. Je voelt toch de reacties van het publiek. Absoluut. Nou, Asma, dit was een heel prettig gesprek waarin we weer veel geleerd hebben over uzelf en over het orgelspel. Hartelijk dank. Ja.